Er verandert veel in de slachthuisbuurt, bijvoorbeeld hier op het slachthuisterrein. Sinds 1993 is hier geen slachthuis meer, maar binnenkort gaat het terrein echt op de schop. In de oude gebouwen komt het poppodium, horecagelegenheden en bedrijfsruimte. Op en om het terrein komen 160 nieuwbouwwoningen, appartementen, eengezinswoningen, sociaal en vrije sector. Het nieuwe Slachthuishof wordt een dynamische plek waar wonen, cultuur en bedrijvigheid bij elkaar komt. Een brug tussen het terrein en de Richard Holkade vormt de verbinding met de oostkant. Naast het slachthuisterrein ligt de Blauwe Wetering. Dit wordt de komende jaren omgetoverd tot 430 woningen. Klimaatneutraal, met zonnepanelen en een groen dak. Aan de Schalkwijkerstraat is het project Nieuw Haarlem bijna klaar. Woningen voor starters die samen in het gebouw gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen. Daarmee is het project net even anders dan de meeste woonblokken in Haarlem. Aan de hele Zuidstrook langs de Schipholweg is al veel gebouwd de afgelopen jaren. Aan de oostkant komt er nog één blok bij. Op de kruising van de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan worden 90 duurzame huurwoningen gebouwd. Van 5 verdiepingen hoog met een parkeergarage onder het gebouw. Even verderop wordt binnenkort het Hof van Leij opgeleverd. Het Hof van Leij is een bijzonder woongebouw waar wonen, zorg en welzijn samenkomen. Er zijn 130 zelfstandige woningen gebouwd met gemeenschappelijke ruimte. Voor een groot deel bedoeld voor ouderen die zorg nodig hebben en mensen met een beperking. Op de oude plek van de Kimmangarage gaan de gebroeders Vos een grote Albert Heijn bouwen. Naar verwachting worden eind 2021 de deuren geopend. Aan de Hamelingstraat zal Elan Wonen de laatste portiekflat slopen en bouwt daar bijna 300 woningen voor terug. Aan de Schalkwijkkant van de Schipholweg wordt ook gebouwd. Tussen beide kanten is een gloednieuw busstation gepland om de bereikbaarheid van Haarlem te verbeteren en het Centraal Station te ontlasten. Hiermee zal de OV-verbinding met de buurt er ook op vooruit gaan. En dan als laatste op de hoek tegen het Spaarne aan zijn er plannen voor het slopen van het oude Bruinzeelgebouw, de Schipholweg 1. Het pand staat nu grotendeels leeg en moet plaatsmaken voor bijzondere nieuwbouw. Naar verwachting komen hier ongeveer 260 woningen met commerciële ruimtes op de begane grond. Kortom, er verandert veel in de buurt. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op haarlem.nl of volg ons op onze socials.